Welkom bij ons programma Shirley's Inspirations. Onze gast is mevrouw Mirjam Irving Mee, kind- en jeugdpsycholoog. Na haar studie aan de Vrije Universiteit Amsterdam keerde ze terug naar Suriname, waar zij als psycholoog werkzaam was bij onder andere Kompas. Daarna heeft ze haar bijdrage geleverd aan het Pre-Chemie-project. In dit kader heeft zij diverse cursussen en trainingen aan verschillende doelgroepen verzorgd, waaronder de cursussen Positief opvoeden, Lobby Me Peking en Signaleren en stoppen van kindermishandeling. Zij is momenteel als docent verbonden aan de sociale faculteit van Vanguard Community College en geeft les in diverse modules. Heb uw naaste lief als uzelf, Matthäus 22, vers 39. Fijn dat je bij ons bent. Ondanks je drukke agenda heb je toch vrijgemaakt voor ons. Welkom Mirjam. Dankjewel Shirley. Fijn dat je me hebt uitgenodigd voor dit programma. Oké, we gaan vandaag praten over seksueel misbruik. Wat is seksueel misbruik? Over seksueel misbruik er zijn heel veel definities te vinden van wat dat nou precies is. Ja. Ik denk dat het meest makkelijke is om te zeggen dat onder seksueel misbruik valt alle seksuele handelingen die een dader, een slachtoffer opdringt. En ik zeg met opzet dader, slachtoffer, dus niet man, vrouw, toch? Of man en kind. Mm-hmm. Iedereen kan een slachtoffer zijn, iedereen kan een dader zijn. Wat we wel weten is dat het grootste percentage daders toch wel van mannelijke afkomst is. En het grootste percentage slachtoffers dat dat een vrouw is. Als we verder gaan op percentages en hoeveel mensen slachtoffer worden van seksueel misbruik. Nou, nu doen we in Suriname niet heel veel onderzoek, maar buitenlands onderzoek heeft uitgewezen dat 1 op de 3 vrouwen slachtoffer kan worden van seksueel misbruik en 1 op de 5 mannen of jongens slachtoffer kan worden van seksueel misbruik. Dus het gaat erom dat kinderen slachtoffer kunnen zijn, meisjes slachtoffer kunnen zijn, jongens slachtoffer kunnen zijn, maar ook mannen en vrouwen. En de daders, die zijn over het algemeen toch wel mannen. Mannen. En weet jij, heb je misschien door onderzoek, hoe komt dat? Ja, de oorzaken van seksueel misbruik, er is niet één heel duidelijke oorzaak aan te wijzen. Er wordt wel heel veel gesuggereerd en er zijn ook grote groepen mensen die vinden dat een voedingsbodem van seksueel misbruik is die grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nu zijn er moderne termen die gebruikt worden, de term seksisme bijvoorbeeld, dat is één van de termen. Ja, ja. En met seksisme wordt bedoeld discriminatie van groepen mensen op basis van hun geslacht. Ja, ja. En vaak genoeg is de vrouw daar toch wel, dat is de grootste groep die gediscrimineerd wordt op basis van hun geslacht. En dat kan een van de redenen ook zijn dat zij vaak genoeg slachtoffer worden van seksueel misbruik. Dat klopt kan, dat het een voedingsbodem is. Ja. En dan ga ik het heel basaal noemen. Vrouwen die worden vaak genoeg in hun rol, juist omdat ze vrouw zijn, wordt er op ze neergekeken. We weten dat het in Suriname ook gebeurt. We weten dat het in het buitenland gebeurt. Ik geef maar een voorbeeld. Een man met veel vrouwen, nou, stoer. En een vrouw met veel mannen, dat is een hoer. Dat zijn de uitspraken die er gedaan worden. Ja, ja. Niet alleen door mannen, ook door vrouwen. Dus het beeld dat men heeft over vrouwen en mannen, wat scheef loopt. De vrouw wordt eigenlijk vaak genoeg als onderdanig gezien aan de man. En de man als machtig. Die bepaalt het, die heeft de broek aan in huis. Dat zorgt ervoor dat er op een andere manier, op een andere kijk ontstaan is op de vrouw. Stereotypen die zijn ontstaan dat vrouwen minder kunnen, minder mogen dan de man. Een vrouw dient, nou ja, onderdanig te zijn. Een vrouw dient te bedienen. Een vrouw dient maar te slikken.
En de man is degene die bepaalt. Maar dat is sowieso helemaal verkeerd. Maar dat klopt helemaal niet. Dat zijn aannames, mm-hmm. dat zijn visies die er overheersen in de maatschappij. En helaas ook in de Surinaamse maatschappij. En als je het in het algemeen wilt zeggen, er is te weinig respect voor de vrouw. Ga maar op straat en je wordt nagefloten. Er worden dingen naar je hoofd geslingerd. Ik denk dat menig Surinaamse vrouw daarover kan praten. Ja, ja. En als je daarop reageert, dan wordt er lacherig over gedaan. Mannen die vinden dat ze dat mogen doen. Terwijl dat in mijn ogen en in de ogen van een heleboel mensen niet gewoon is. Absoluut niet. Waarom dient een vrouw dat te accepteren? Kijk maar hoe er gereageerd wordt als een vrouw mishandeld wordt of misbruikt wordt. Een vrouw die in een korte broek op straat loopt om 12 uur 's avonds en haar overkomt wat. Wat wordt er geroepen? Ga maar na wat de reacties zijn op social media. Wat doe jij daar op dat tijdstip? Waarom trek jij die kleding aan op dat tijdstip? Waarom ben je alleen? Je hebt het zelf gezocht. Vaak genoeg, want ik ben veel bezig met kinderen die problemen hebben. En een deel van die kinderen heeft ook een seksueel misbruik achtergrond. Heel heftig wat het meemaakt. Veel kinderen, jonge meisjes, vaak als ze voorbij de 12 zijn en ze krijgen al borstontwikkeling, etc. Ze krijgen meer aandacht van het mannelijk geslacht. Helaas, stiefvaders, daar ga ik nu even ook het stereotype aanhalen, maar dat is wat we weten, wat er toch vaak gebeurt, jammer genoeg. Mensen die hun handen niet kunnen thuishouden, die zitten aan deze meisjes. Jongens kunnen ook slachtoffer zijn hoor, ja, laten we dat sowieso, ook voorop stellen. Ja? Deze meisjes worden aangerand, misschien zelf verkracht, toch? Want seksueel misbruik, dat heeft een schaal van begluren tot verkrachting. Ja, ja. Ja, en alles wat daartussenin voorkomt. Ik weet vanuit de praktijk die ik vroeger had, dat er moeders waren die zeiden tegen hun dochter, het is jouw eigen schuld, want kijk maar hoe jij in het huis rondloopt. Ik heb je vaker gewaarschuwd om andere kleding aan te trekken. Als ouder, als opvoeder zeg je daarmee, je hebt het op jezelf afgeroepen. Ik keer het heel vaak om. Ik zeg ook, dus het is de schuld van het meisje of van de vrouw of van het slachtoffer. Maar wat als die persoon, nou ja, andere kleding aan had gehad. Lange broek, lange mouw. En het overkomt zo'n slachtoffer nog steeds. Wat dan? Waar ligt dat aan? Ja. Ligt het dan niet aan het slachtoffer? Wat is die beredenering daarachter? Dit noemen we victim blaming, hè? Dat is ook een moderne term. Ja, ja. De slachtoffer die de schuld krijgt, je hebt het over jezelf afgeroepen, dan had je maar niet, toch? Dat zit echt ingebakken in onze maatschappij. Iedereen doet daaraan. En ik denk dat we ons daar absoluut veel meer en beter bewust van moeten worden. Dat wij onze kinderen, onze mensen daarmee absoluut niet helpen. Nee, het is nooit de schuld van het slachtoffer. Nee. Waarom verschuiven we de aandacht niet naar de dader? Precies. Over de daders zijn er ook heel veel onderzoeken gedaan, toch? Wat maakt dat een dader wordt? Nou, ook daar kan je boeken over vinden. Van slechte opvoeding of zelf seksueel misbruik zijn tot, nou ja, wat er dan ook tekort is gekomen bij zo'n dader. Ja. Maar ik ga weer steeds terug naar het begin waarmee ik dus gestart ben. Ja. Die grote gap tussen mannen en vrouwen en hoe er gekeken wordt naar de rol die beide geslachten innemen. Als wij meer respect voor elkaar opbrengen, en dat respect moeten we met z'n allen dragen, en het begint bij de opvoeding, of niet? Helemaal, ja. Helemaal met je eens. Ik heb een mannengezin, een partner en twee zoons. En dat stukje respect voor mijn kinderen moet ik ook geven. Ik verwacht ook respect, uiteraard, terug van hun. Wij spreken hun er wel op aan als we merken dat het misgaat, toch? Dat het beter kan. Dat respect dat ze voor ons moeten hebben, moeten ze niet alleen voor alle volwassenen hebben, maar dat respect moeten ze ook hebben voor hun leeftijdsgenoten. Respect moeten ze opbrengen voor het andere geslacht. Respect moeten ze opbrengen voor kinderen jonger dan zij. Respect moeten ze hebben voor dieren. Wij hebben een bepaalde maatstaf of norm in huis. En die norm, daar zijn we continu op gericht. En als we merken dat het scheef loopt,
Als er bijvoorbeeld inderdaad vanuit een van de kinderen iets geroepen wordt, iets denigrerends over meisjes of over vrouwen, dan corrigeren we dat. Corrigeren. En dan gaan we weer terug naar die basis. Weet je nog? Respect hebben voor iedereen. Dus in de opvoeding ben ik daarop gericht. Respect voor het kind. Ook weer, hoe kunnen we dit grote probleem toch aanpakken? Iedereen mag zijn grens aangeven. Als vrouw moet je grens aangeven als je partner, nou ja, in jouw ogen te ver gaat. Dat moet je natuurlijk ook kunnen. Natuurlijk. Niet iedereen kan dat, toch? Niet iedereen heeft dat geleerd. Nee. Dan moet je dat ook aanleren in je jonge jaren, in de opvoeding. Grenzen aangeven als het om jou gaat. Maar je moet ook goed kijken naar wanneer en hoe een ander zijn of haar grens aangeeft. In de opvoeding ga ik steeds weer terug. Jij hebt dit gedaan, maar hoe heeft de ander daarop gereageerd? Ben je misschien te ver gegaan? Ruzie in huis, broer en broertje. Je broertje heeft gezegd stop. Ben je gestopt? Jij bent niet gestopt, je bent doorgegaan. En daarmee ben je over de grens van je broertje gegaan. Omgekeerd ook, hè? Broertje naar broer. Ja, ja. Kijk goed naar wat een ander doet en zegt. Niet iedereen zegt stop. Maar je kan wel vaak uit de mimiek, uit de lichaamstaal halen dat een ander iets te ver is prettig vindt. Precies. En het hoeft niet eens per se fysiek te zijn. Als je iets hebt gezegd en je merkt dat je daarmee de ander hebt gekwetst, ben je ook een grens gepasseerd. Let daarop. Dus ik probeer dat te triggeren bij mijn kinderen. Respect voor de ander. Maar ook dat stukje empathie. Als jij merkt dat een ander iets niet prettig vindt en je gaat door en de ander wordt boos, heb je daar begrip voor? Begrijp je dat de ander daar boos of verdrietig van wordt? Maar andersom ook. Stel dat een ander dat bij jou zou doen. Wat zou jij ervan vinden? Dus die empathie kweken, verplaatsingsvermogen, toch? Wat als jij in die positie zou hebben gezeten? Wat zou jij dan doen? Zou jij dat prettig vinden? Dus die communicatie over, nou ja, dit onderwerp, over seks en seksualiteit, over verschillen, grenzen aangeven, dat zijn onderwerpen die erbij horen. Opvoeden is niet alleen, ik zorg voor je broodje, ik zorg voor goede kleding, ik zorg ervoor dat je naar een goede school gaat. Opvoeden is continu communiceren met je kinderen en ook in de gaten houden waarmee je kind zit of waarmee ze bezig waarmee zijn. Ze bezig zijn, klopt. Beste kijkers, er is heel veel informatie omtrent dit gevoelig, maar toch belangrijk onderwerp. Volgende week vervolgen we dit gesprek in een deel 2. En dan hoop ik dat u er weer bij bent. En met Gods genade kunnen we zeggen, Sernansa Vini. Bent u op zoek naar een leuke plek voor workshops, gezondheidstrainingen, brainstormsessies en fotoreportages? Dan moet u zeker in contact komen met Shirley's Garden. Hier kunt u ultiem genieten van een exotische Surinaamse tuin langs het Saramaca-kanaal met een fantastische ambiance. Samen met u komen we tot een mooi concept buiten in onze prachtige Surinaamse natuur. Nog geen 12 minuten vanaf de Hermitage. Voor informatie kunt u contact opnemen met Shirley Boutersche, telefoon 858-3975. Ben je ook nieuwsgierig naar je levensdoel? Haal dan jouw exemplaar van het boek Ons Levensdoel. Verkrijgbaar bij het Surinaams Bijbelgenootschap Henk Aronstraat 39 Paramaribo. Telefoon 474338. En in Nederland op het nummer 0641817101. Graag alleen appen.